bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een WhatsApp op mijn iPhone. Een soort summer edition, want het is natuurlijk nu zomervakantie. En ja, ik heb mijn telefoon weer eens goed uitgezocht. Er zijn apps afgegaan, er zijn apps bijgekomen. Dus ik zou zeggen, laten we heel gauw gaan kijken wat er momenteel op mijn iPhone staat. Allereerst heb ik natuurlijk nog steeds de iPhone 6S in het goud. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee. En dit hoesje wat je erop ziet is een cellular line hoesje. Als ik het goed zeg, ik vind hem heel erg gaaf. De tekening die erop zit, zit eigenlijk in, want er zit een extra laag overheen. En ik heb natuurlijk nog steeds een popsocket erop zitten. Deze kaas stond er normaal niet op, maar dit is een doorzichtig kaasstickertje. En het leek me heel erg vet om deze erop te doen om een soort effect voor mijn eigen eruit te laten brengen. Laten we zeggen, we gaan gauw beginnen met de iPhone. Natuurlijk werkt het vergrendelen en zo allemaal nog steeds hetzelfde, maar de achtergrond heb ik wel veranderd. Dit is een meer zomerachtige achtergrond. Je ziet hier een plant aan de onderkant, voor de rest is die wit. Ik ben heel erg van de witte achtergrond de laatste tijd. Ik weet niet waarom, maar ik vind het wel gewoon heel erg mooi. De widget bladen heb ik wel veranderd. Ik heb hier het weer, nieuws, agenda en Snapchat. Dus dat is weer heel erg grappig als je even gewoon naar Snapchat wil. Maar laten we in de telefoon gaan kijken. Natuurlijk nog steeds de vingervergrendeling. En als we hier bovenin gaan kijken, hebben we instellingen, foto's, agenda en mail. Nog steeds hetzelfde eigenlijk. Berichten, het weer. Ik ga jullie even laten zien hoe het weer tegenwoordig is. Het is te doen. Morgen wordt 21 graden, dus dat is wel lekker. Dan hebben we klok, camera, ING bankieren, zoek vrienden, realtime. En deze gebruik ik de laatste tijd heel erg vaak voor de bus en metro. Facebook, die trouwens overigens nog steeds privé is. Twitter, waar ik de laatste tijd wel meer gebruik van maak, want dat viel wel heel erg tegen de laatste tijd. Alles is natuurlijk ook weer helemaal geüpdate en vernieuwd, dus dat is wel heel erg wennen. De Blijdorp app, die staat er wel weer bij mij nieuw op. Die heb ik een tijdje opgehaald, heb ik afgehaald en die staat er nu weer op. Ja, ik blijf het gewoon een hele leuke app vinden. Als je even wat wil weten ofzo, kan je altijd kijken. Je hebt een kaart, een agenda en het leuke hiervan is, ik ga morgen dus naar Blijdorp. Dus als ik nu op morgen klik, zie je alles wat te maken heeft met de dieren. Dus zeeleeuwen voeren, vrije vluchtvoorstelling. En als je bijvoorbeeld denkt, oh dat wil ik zien. Klik je op het belletje en krijg je een notificatie als je erheen moet en als het bijna zover is. Natuurlijk ook alle dieren die ze er hebben. En een leuk weetje over de dieren en een verhaaltje en zo. Heel erg leuk. Nu hebben we Spotify. Gebruik ik nog steeds super vaak. Serieus, bijna 24/7 per dag. Als er geen Spotify is, gebruik ik wel YouTube. En ja, het is gewoon... Dit is de muziekles die ik het meeste gebruik. Ik ben hier gewoon echt super, super blij mee. Dan hebben we Pinterest. Spreekt natuurlijk heel veel voor zich. Hier hou ik eigenlijk altijd wel mijn achtergronden vandaan. Ik heb ook een leuk achtergrondlijstje met backgrounds. Waar hele leuke achtergronden tussen staan. Dus wil je die een keer zien? Check het zeker. Ik zet heel veel mijn licht nog ietsje lager. Zodat jullie het nog beter kunnen zien. Dan hebben we Snapchat. Is natuurlijk eigenlijk wel voor zich sprekend. Laten we gelijk een leuke Snapchat plaatsen. Zo. Mochten jullie me willen volgen op Snapchat, pauzeer even deze video en ja, scan even het scherm. Dan hebben we YouTube, waar ik nog steeds echt elke dag op zit. Zonder YouTube heb ik eigenlijk gewoon, heel eerlijk gezegd, geen leven meer. Het is echt zo leuk om te doen. Ik gebruik hier gewoon nog steeds zoveel. De video's zijn trouwens niet meer dagelijks, maar wekelijks. Ik weet niet of je dat al achter mij gekomen. Om mezelf wat meer tijd te besparen en tijd te gunnen, doe ik tegenwoordig wekelijks video's. Dan hebben we Instagram, natuurlijk nog steeds het ding van het moment. Ik vind het zo leuk. Dus mijn Instagram pagina
Er zit niet echt een thema aan qua kleur en zo. Ik plaats vooral gewoon dingetjes die ik gewoon heel erg leuk vind. Dan hebben we WhatsApp. Goed, dan gaan we verder. En dan hebben we hier natuurlijk telefoon en Safari. Safari is nog steeds de internet van de iPhone. En, geloof het of niet, maar na jaren heb ik een tweede blad. Ik heb eigenlijk altijd één blad gewild en gehad. Maar ik heb er toch geen extra bij gedaan. Self-server is mijn rooster. Daar is nu niet heel erg veel meer op te vinden, want het is vakantie. Dus hij is waarschijnlijk helemaal leeg. En dan hebben we hier een mapje met een blozend poppetje. Ik weet niet waarom. Maar het leek me gewoon heel grappig. Hier is de app vakantieveilingen. Ik vind het in de vakantie wel leuk om hier gewoon af en toe eens doorheen te scrollen en te kijken. Want er zitten gewoon heel vaak hele leuke en hele goedkope dingen bij. Dan hebben we Netflix. Spreekt natuurlijk voor zich. Ook een ding wat ik best wel vaak gebruik in de vakantie. Lekker een avondje een filmpje kijken of een serie kijken. Als die wil laden overigens. Ja. Gebruik ik heel erg veel. Alle folders. En dit is eigenlijk een folder van alle folders die je normaal in een brievenbus krijgt. Maar onze postbode levert niet altijd op tijd, om eerlijk te zijn. Dus ik vind het ideaal om hier dan te kunnen kijken wat er allemaal in de folder staat voor de komende weken. De Meerdijk app is natuurlijk nu weer zomerstop. Dus de cliffhangers zijn volop aan de gang. Ook bij goede tijden. Ik heb goede tijden de laatste tijd niet heel veel meer gezien. Ik heb de laatste week wel gekeken. En toch blijft het dan weer aantrekkelijk om dit te doen. En er is een nieuwe clue. En dat gaan we straks lekker spelen. Dan hebben we hier My Pill. Dit is een pill app. Ja, vind ik gewoon heel erg fijn om te gebruiken. Want ik wil hem nog wel heel af en toe stiekem vergeten. Skype, notities, App Store, calculator, FaceTime, gezondheidsapp, Messenger, kaarten, iCloud Drive, zoek iPhone, mijn KPN. En Wallet, mijn KPN gebruik ik dus voor eigenlijk om mijn NB's te bekijken hoe ver ik er al doorheen ben. En dan hebben we hier een app en deze is er als laatste bijgekomen. En hier ben ik zo trots en blij op. Alicia Marie heeft haar eigen app. Hoe cool is dat? Alicia Marie is een van mijn favoriete YouTubers. Super vet om nu te zien en te weten dat zij haar eigen app heeft. Staat in de App Store of het voor Play Store is, weet ik niet zeker. Maar het is wel heel erg vet dat zij nu de eigen app heeft. Super tof. En dat is eigenlijk alles wat er op mijn iPhone staat. Dat is alles. Het gaat heel snel. Er is heel veel veranderd en ik hoop dat het zo ook blijft. Maar ik wil nog wel eens heel vaak gaan switchen tussen achtergronden en dat soort dingen. Maar ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Dus vind je natuurlijk een blauw duimpje omhoog voor alle nieuwe mensen. Abonneer op mijn kanaal aan deze kant. En kijk mijn volgende video terug aan die kant. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Lightning and the thunder.